Mijn naam is Anne Vlammeren. Ik werk als psychiater in het UCP en ik ben ook supervisor van de psychotherapie. En wij besteden veel aandacht aan het onderwijs over psychotherapie en dat artsassistenten zelf ook in staat zijn om psychotherapie uit te voeren. En daartoe zijn eigenlijk ook bijna alle richtingen wel vertegenwoordigd binnen het UCP. En waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Dat is omdat je als artsassistent leer je natuurlijk een goede dokter te zijn. Hè? Anamnese uit te vragen, klachten uit te vragen. Maar wat belangrijk is als psychiater is dat je ook contact maakt met een patiënt. En dat je weet wat er in zijn gedachten omgaan, maar ook in zijn beleving. En daar komen eigenlijk psychotherapeutische vaardigheden om de hoek kijken. Dus dat je gaat kijken van uit de beleving van de patiënt. Hoe je de klachten kunt verklaren en dan neem je eigenlijk de levensgeschiedenis in mee, al de live events die hebben plaatsgevonden. En dat maak je eigenlijk tot een heel verhaal, waardoor je kunt gaan begrijpen waarom heeft deze persoon last van deze klachten en hoe zou ik daarbij kunnen aansluiten om iemand te kunnen helpen. En we vinden het belangrijk dat artsassistenten dat goed leren, omdat je dat vaak niet alleen maar door uitvragen kunt doen, maar daar moet je ook de tijd voor nemen. En die is er ook en dat doen wij door middel van een psychotherapie-indicatiegesprek, onderzoek. En dat zijn dus een aantal gesprekken die je dan kan hebben met patiënten om juist dit verhaal helder te krijgen. En wat we dan doen is dan als een artsassistent zo'n verhaal helder heeft, die maakt hij daar een verslag van. En die bespreken we in een bijeenkomst waar meerdere supervisoren van verschillende psychotherapeutische richtingen zijn. Dus zo is er iemand van de cognitieve gedragstherapie, van de systeemtherapie, want de context is natuurlijk ook heel belangrijk. Van schematherapie, psychodynamische therapie, kleincentertherapie. En met z'n allen en met ook de artsassistenten kijken we dan van begrijpen we nou goed het verhaal van deze patiënt en zou daarbij bijvoorbeeld een inzichtgevende psychotherapie belangrijk kunnen zijn om deze patiënt te kunnen helpen. En het doen van zo'n indicatieonderzoek, dat kunnen eigenlijk alle artsassistenten gedurende een hele opleiding doen. En ze kunnen dat dan inbrengen in die bijeenkomst en daar hebben we voldoende tijd om dat goed uit te zoeken met elkaar. En daarnaast kan een artsassistent natuurlijk verschillende psychotherapieën doen, kortdurende, langdurende. En als supervisor begeleid ik bijvoorbeeld de inzichtgevende therapieën volgens de experientiële persoonsgerichte therapie, dus wat vroeger de kleincentertherapie was. En het leuke in die begeleiding is dat het vaak therapieën zijn die langere tijd duren. Dus je vervolgt een artsassistent gedurende zijn opleiding en je ziet dat hij zich ontwikkelt en dat die psychotherapeutische vaardigheden steeds beter worden. En dat op een gegeven moment een soort kwartje valt van zo ga ik, dit is nou psychotherapie en zo kan ik patiënten ook behandelen naast alle behandelmethoden die je ook als psychiater leert. Hè, die vaak veel meer gericht zijn op medicatie, begeleiding. Maar ook als je goed medicatie wil voorschrijven, denk ik ook dat je veel psychotherapeutische vaardigheden nodig hebt. Want je wil een patiënt motiveren. Je wil begrijpen of hij het wel of niet wil innemen en waarom. En je wil ook samen leren beslissen. Dus dat zijn allemaal dingen die je leert in de opleiding. Waarvoor denk ik een psychotherapeutische achtergrond, kennis en het oefenen daarin heel belangrijk zijn. En daar hebben we veel mogelijkheden voor binnen het UCP.